Straatum Zijnt dinsdagochtend in alle vroegte. Terwijl de laatste carnavallers stomdronken onderweg zijn naar huis, beginnen de medewerkers van Ergon juist aan hun werkdag om de carnavalsrommel op te ruimen in de binnenstad. Dat carnaval uitbundig wordt gevierd in Eindhoven is te zien aan het straatbeeld. En een medewerker van de Ergon maakte een filmpje van de buit van zondag. Wat een zooitje. Het was nou extra veel, want normaal is dat niet. We hebben nou, ik denk, zondag tussen de 25 en 30 ton afval. En dat is heel veel. Maar ze zijn blij dat het weer mag. Het is wel leuk werk. Ik kom al, met collega's die onder elkaar allemaal helpen enzovoort. Dus het is wel fijn dat de stad opgeruimd wordt. 'S Morgens vroeg in die grote rotzooi met alle jongens. En die gaan allemaal enthousiast aan het werk. En dan een paar uur later het resultaat zien, dat is gewoon echt heel leuk. De mensen van Ergon halen veel voldoening uit hun werk. En met afval bezaaid Stratums Eind helemaal weer spik en span maken voor de volgende carnavalsdag. Daar gaat het zo om. Als je ziet wat er allemaal ligt en dan de volgende morgen wakker wordt, het is bijna al allemaal opgeruimd. Dat die ploeg jongens, dat die toch maar weer elke keer voor elkaar krijgen om het zo schoon te maken. En dat geeft ons een heel fijn gevoel en ik hoop de jongens ook. En waardering voor je werk, daar doe je het uiteindelijk voor. Ons wel, en we worden ook vaak zat op aangesproken dat het zuiver is en mooi is. Er zijn mensen die duimpje omhoog steken enzovoort. En die zijn blij dat het alles opgeruimd wordt. Ik wil nog wel één ding zeggen. Het is vandaag complimentendag. En ik wil aan mijn medewerkers een compliment geven dat ze het zo goed hebben gedaan.